Goedemorgen, Julian Ilbrink hier. Zaterdagochtend, het is 10 uur, pure winst. Nee, ik zit niet in de auto. Vandaag is een bijzondere dag namelijk. Het is vandaag de allerlaatste Bundesliga wedstrijd van het seizoen. En dat is niet het enige. Vandaag zou ook de allerlaatste wedstrijd zijn dat ik wil nemen. Dat betekent dus dat ik een einde ga maken aan mijn turncarrière. Dus dat is wel een beetje spannend, een beetje... Ja, vervelend, want ik vind het een nare keuze, maar lichamelijk gezien en toekomstperspectief is het inderdaad een betere keuze. Bram, die stapt nu in. Hallo kijkers van Julian, ik ben er ook weer. We gaan eerst even loswerken in de zaal en vast vanavond is de wedstrijd. Yes, yes. Dus ik zeg de route. Bukken! Maar eerst gaan we even wakker worden. Voor de mensen die mij kennen weten dat ik al een aantal jaar met een soort van rugblessure loop. Waar we niet de oorzaak van weten, waar ik dus echt veel last van heb. Vandaar dat ik de keuze gemaakt heb om te stoppen met mijn turncarrière en me te gaan focussen op mijn maatschappelijke carrière. Wat ga ik nog meer zeggen? Eetjes door even pepernoten. Oh, lekker. Vandaag is dus de allerlaatste Bundesliga wedstrijd van het seizoen. En die ga je een keer kijken door de ogen van mij. Nee, dat ga ik niet zeggen. Wat wil u nog meer weten? Ik zou zeggen, kijk mee hoe ik mijn laatste wedstrijd beleef. En hoe ik samen met KTTO de laatste overwinning naar binnen ga slepen. KTTO! Tekkie groei, maatje. Ken je dat gevoel dat je wil eten, maar dat je het gewoon niet wegkrijgt? Ik ben gewoon godsamme zenuwachtig voor een wedstrijd. Ik heb slecht geslapen. Ik krijg mijn eten niet weg. Ja, dat is gewoon super raar. Ah ja, ik neem een hapje. Eén keer vanuit Duitsland naar fucking Rotterdam. What the fuck? Wat een school, man! Goedenavond, nog een kwartiertje en de hel gaat beginnen hier. De hel gaat ontploffen, wou ik zeggen. We zijn aangekomen in Oberhausen, onze thuishaven. Hier gaat het zo meteen allemaal gebeuren. Julian Ilbrink! Ga voor goud! Ga voor goud! De echte harde kern is al aanwezig. Maar zo meteen gaat heel die tribune vol. We gaan eens even naar Gijs van Helvoort, onze echte diehard fan. Hey yeah boy, we hebben al een spandoek. Komt goed, want we gaan er even vette feestje van maken. We breken de tent af! Ik hijack de vlog nu even om nog iets cools te zeggen. We hebben namelijk nog een speciale verrassing voor Julian, omdat het dus de allerlaatste wedstrijd is. Hebben we een cadeautje voor hem, dus dat is wel leuk. Gaan we dadelijk bij de line-up gaan we het aan hem geven na de warming-up. Het is nu zo laat, ik kan het niet zien, maar het is nu ongeveer 5:30. Het is een half uurtje uitgelopen, dus we beginnen om 6:30 begint de wedstrijd. Dan hebben we line-up en dan geven we het cadeautje. Ik heb hoop dat er heel veel mensen komen, mijn stem gaat naar de tering hopelijk en ja, het wordt gewoon vet. Kom maar, jongen. Come on.
hem aan, jongen. Kom op, Chris. Nice. Volle kans. Kom op. Juist. Kom op. Lekker, lekker. Kom op. Nice, heel mooi. Kom op, kom op. Ja. Kom op, kom op. Kom op, kom op. Kom op. Get him, get him. Lekker, heel mooi. Goed zo, Jorian, come on. Op. Heel mooi. Goed zo. Come on. Come on, Jor. Stik die land in. Ja. Ik moet punten pakken. Het is 14-14. Gaan we nu klaarmaken. En we horen zo meteen punten pakken. We hebben nu dus ringen gewonnen. Jorian had 3 scorepunten. Vloer hadden we ook gewonnen. 4-2. Fortis hadden we het tweede deel een beetje verloren. Waardoor we uiteindelijk op 8-8 zijn gekomen. Dus Fortis gelijk. Vloer gewonnen, ringen gewonnen. Super lekker. We gaan nu klaarmaken voor de tweede helft van de competitie. Sprong, brug en rekstok. Noten! Lekker! Come on! Goed zo! Come on, mooi zwaaien! Vol gas! Juist! Come on, vliegen! Juist! Kom op! Heel mooi! Juist, Jorian! Goed zo, jongen! Kom op! Juist! Kom op, Jor! Kom op, Jorian! Come on! Het staat 23-31. We staan achter, dus dat is eigenlijk super negatief. Of onze tegenstander niet meer gaan vallen, dan maken we nog een kans. Maar achter klein in. En nu is een turn van ons, Matthias. En we gaan hopen dat hij een goede oefening draait. We kunnen hem goed gebruiken, die punten. Kom op! De eerste keer in Eindschoven op de juist! Ja, man! Oké, eerste duel geweest, we hebben 1 scorepunt gepakt, is perfect. We moeten nog 7 punten, nou, we staan nu 7 punten achter. Hun turner is net geweest, was wel goed, maar André is nu van ons, hij kan het ook zeker goed. Kom aan, André! Ja! Ja! Nice, man! Nice! 24-31, de worstbal nu. André had een zeer goede oefening. We moeten hopen dat het genoeg punten oplevert. En uiteindelijk hebben we nog Christophe. En Christophe kan veel punten pakken, jongens. Let maar op. Ja, nice! Dat was een goede oefening. Het gaat nu spannend worden, jongens. Het is 5 punten. We hebben nog 1 goede, dat wel. En wij hebben ook 1 hele goede nog. Dus het kan nog steeds. Het kan nog steeds. Het wordt lastig, maar het kan nog steeds. Jazeker, jazeker. Michi had een goede oefening. Nu gaat de tegenstander van hem. Ga zien, misschien gaat hij vallen. Ik denk het niet. Maar we gaan het zien. Dus Michel Bletterman. Sorry Michel, maar voor 1 keer wil ik dat je valt. Voor 1 keer. Nice, man.
Ja, shit, die zal wel wat puntjes pakken. Dan staan we weer iets verder achter en dan wordt het toch wel heel lastig. Maar Christophe die gaat het gewoon nog een prachtige oefening neerzetten. Voor Jorian, laatste wedstrijd. Gaat hij het gewoon even goed doen. Kijk, zo close, was zo close. Yes. Come on, Chris. Christophe, kom. Come on! Zijn we aan het halen? Kom op, Christophe. Op je rug. Lekker. Juist. Kom op, vliegen. Juist. Kom op, Christophe. Kom on. Kom op, focus. Juist. Juist. Kom op, Christophe. Kom op. Kom op, jongen. Kom op, Christophe. Kom op. Kom op, jongen. Maak het af. Kom op, pick die jongen. Kom op. Kom op. Kom op. Hij valt. Ik heb echt goede oefening gedaan, maar we staan al 9 punten achter. Ja. Dus ik zou 10 punten moeten winnen om deze wedstrijd te winnen. En dat gebeurt bijna nooit. Nee, dan moet je 6 punten verschil hebben. 6 turnpunten verschil, zeg maar. Dus stel Christophe haalt er 14, moet die andere een 8 halen. Nou, dat gebeurt normaal niet. Maar hij is al een keer gevallen, dus de kans is er altijd. Ja, hij kan hem 3 vallen. Ja, daar gaan we voor. Daar gaan we voor. Hij gaat er nu weer aan en kijken of hij het haalt. We gaan voor goud. Oh, dat wil niet meer. Pushy. Nou, ik ga ervan uit dat hij toch wel meer dan een 8 heeft. Maar de tegenstanders hebben niet gejuicht bij zijn oefening. En daar zijn we wel heel blij mee. Ze stonden allemaal al klaar om het te vieren. Maar dat hebben we even mooi verpest. Of ja, dat heeft die jongen verpest. Vinden wij natuurlijk prachtig. Iets minder plezier voor hen. Schitterend. We zijn weer terug in Nederland. Wat een sfeer en wat een wedstrijd. Helaas hebben we de wedstrijd wel verloren. Maar echt de sfeer die erin zat, het was gewoon echt geweldig. Ik hoefde mijn hand maar op te steken en iedereen ging uit zijn plaat. Geweldig. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken die ons aan heeft gemoedigd. Dit seizoen, andere seizoenen. Ik vond het echt, echt geweldig. Het was op soms best wel emotioneel zelfs nog. Maar die stond te janken op de tribune. Dat doet toch wel wat. Dat is wel erg leuk. Het mooiste van het verhaal is nog dat ik mijn allereerste turnwedstrijd die ik draaide was in 1997. Mijn allereerste echte wedstrijd, zeg maar. Ik was 6 jaar. Die heb ik ook gedaan in Oberhausen. Dat is precies dezelfde zaal. Met dezelfde coach die er nu ook nog steeds is. En dan nu de allerlaatste wedstrijd ook in dezelfde zaal te sluiten. Ook met dezelfde mensen. Is natuurlijk gewoon echt, ja, gewoon prachtig. Ik wil iedereen hartstikke bedanken voor de afgelopen 6 jaar dat ik uit heb mogen komen voor Oberhausen. Het voelt als een familie, het zijn geweldige mensen. Ik heb het altijd naar mijn zin gehad en de steun die ze altijd hebben uitgedragen naar ons en het team is gewoon fantastisch. Iedereen echt onwijs bedankt daarvoor, ik vond het echt, echt top. Ook mijn ouders natuurlijk, mijn ouders wil ik onwijs bedanken voor afgelopen 20 jaar of zo dat ik geturnd heb. En die jaren dat mijn zus turnde, zaten ze ook altijd braaf op de tribune houten kont te krijgen van die kutbankjes. En nogmaals, iedereen, ik kan iedereen op gaan noemen, maar dan ben ik morgen nog bezig. In ieder geval, iedereen onwijs bedankt voor de steun van de afgelopen jaren. Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad, ik heb het echt, echt, echt tof gevonden als... Als turnen en dit te mogen doen. Ik zal de aankomende maanden rustig gaan afbouwen en een nieuw avontuur aan gaan. Wat het gaat worden, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar ik zal mijn plaats er ook wel in gaan vinden. Nogmaals iedereen, onwijs bedankt. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Ik heb goede jaren gehad. Ik ga het onwijs missen. Dit is de beste oplossing. Ik zeg mensen, peace out.